Hoi, mijn naam is Tom. En mijn naam is Mats. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Tom en Mats in Amerika. Yes, en vandaag staan we voor de vastketen Panda Express. En ik ben benieuwd wat wij van hier vandaag gaan eten. Iets Aziatisch, maar we gaan het voor jullie testen, dus let's go. Let's go. In deze serie testen Tom en Mats alles van Amerika. Van fastfood tot winkelketens en alles eromheen. Je ziet het allemaal hier in Tom en Mats in Amerika. Oké, Thomas. Yes. Wij gaan vandaag naar Panda Express. Weer een fastfoodketen. Ja, het zal de meeste niet echt heel bekend voorkomen. Het is ook niet een hele bekende fastfoodketen, maar... Ik heb meisje Jamila daar wel eens naartoe zien gaan. Ja. Het is nog vrij groot. Hoeveel zijn er in Amerika? Er zijn er nu 2000 in Amerika. 2000? Ja. En het is Panda Express. Misschien dat de naam wel een belletje ringt bij jullie. Wat ik wel bijzonder vind is dat het zeg maar gestart is door een Chinese immigrantenstijl. Ja. Die naar Amerika kwamen voor een beter leven, zeg maar. En toen heette het nog Panda Inn. Panda Inn. Ja, het is natuurlijk, zoals de naam misschien al verraadt, is de keuken Aziatisch. Het is een soort van Chinees restaurant. Ik heb volgens mij ooit één keer gegeten. En volgens mij heb je daar een soort van to-go box. En als je die dan meeneemt en je vouwt hem open, vouwt hij open tot een soort van bord. Yo, Dylan, what's up? Hey, what's up, dude? Hello. Hey, what's up? It's really warm outside. We can go swimming or something. Yes. Cool, bye. See you, mate. Bye-bye. Anyways, ze verkopen dus Aziatisch voedsel. Een van de populaire gerechten is orange chicken en tofu eggplant. En eggplant is volgens mij een aubergine, als ik het goed heb, of courgette. Dat weet ik toch niet meer. Gaan we waarschijnlijk uittesten. We gaan lekker Aziatisch eten nu. Oh, leuk weet je ook over Panda Express. We zijn op dit moment heel erg bezig met gezond fastfood maken. Ja. Dus hopelijk eten vanaf een beetje gezond in vergelijking met de andere video's. Ja, let's go. Nou, let's go. Matsie boy, we gaan even kijken of we daar binnen een beetje kunnen zitten. Zo niet, dan gaan we buiten zitten. Oh, ik wil het hier op eten, in deze beddenwinkel. Oeh, wat denk jij ervan, Matsie? Ik weet echt niet wat ik wil, man. Dit is volgens mij Kamba. Oh, great. Would you like... I want the orange chicken, because I heard that's famous. That's it. Thank you so much. Cool. Ik wil dit. Ja, man. No, I already did. Do you want a lumpia? I don't want a lumpia. Alright, daar zitten we dan. En eerste indruk? Eerste indruk, snel. Ik krijg het eten heel snel. In die zin fastfood. Verder vind ik het niet echt veel weg hebben van fastfood. Nee. Het is gewoon een beetje, het is eigenlijk Nu snap ik het. Fastfood, fast, snel. Je krijgt het snel. Kom je daar nu pas achter? Nu snap ik het. Zo'n concept zie je natuurlijk niet heel erg vaak, dat je het zeg maar gewoon langs kan lopen. Ze hebben het wel bij Chipotle, maar dan is dit eigenlijk een beetje de Chinese versie. Ja, de Chinese maar... Chipotle. 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 Chipotle is my life. Wat heb jij besteld? Ik heb zeg maar fried rice noodles. Het zijn geen fried rice noodles, het zijn gewoon fried noodles. En hij heeft gewoon noodles. En de welbekende orange chicken, waar we ook al vertelden over in de auto. Maar ik vond die orange chicken, ik heb hem net geproefd, vond die heel bijzonder. Het is eigenlijk gewoon gefrituurde kip met een soort van rode suikersaus. Dat is wel lekker. Ja, het is wel lekker. Ja. Wat kan er mis met gefrituurde kip met daaroverheen suikersaus? Ik ben pessimistisch, Thomas. Sorry, ik ben gewoon een realist. Ik vind even dat we de camera wat in moeten zoomen. Voordat wij echt gaan beginnen met eten, hebben wij allebei een geluidskoekje. Maar nee, mag ik pas na het eten openmaken. Is dat echt zo? Dat is echt. Ja, dus helemaal aan het einde van deze video kun je me erachter wat er op ons briefje staat. Ik ga even een close-upje maken van wat Mats hier heeft. Mats heeft de orange chicken. Het ziet er ongeveer zo uit. Dus je ziet zijn gefrituurde stukken kip. Met daaroverheen glimmende saus. Ja. En daaronder zitten noodles. En die van mij ga ik nu openmaken. We hebben trouwens allebei de box gedaan. En waren allebei ook maar 6,50 of 7 euro kwijt. Sorry, dollar. Super goedkoop. De bol. De bol. Wat zei ik dan? De box. Oh, de bol. Ik heb de Kopau Chicken. Ziet er goed uit. Ziet er heel goed uit. En verder heeft alles een schattige panda. Want ze zijn natuurlijk bij Panda Express. Wij hebben dus vandaag zeg maar 4 verschillende vastketens uitgeproefd. Uitgeproefd? Ik kan niet meer. Ik ben wel blij dat we hier de dag mee afsluiten. Ja, dit is wel even gewoon normaal avondeten. Ja, precies. Ogen. Als we zeiden van proberen gezonder te worden. Ik heb nu ook wel echt het gevoel dat ik net wat gezonder eet dan dat ik daarvoor heb gedaan. Het is gewoon een normaal Chineesje eetje nu. Wat is dit? Courgette. Oh, lol. Het is moeilijk om hierop te haten. Maar ik mis wel iets van spicy saus of zo. Zal ik dat even gaan vragen binnen? Zullen we het wel eentje hakken? Ik ga het even vragen. Natuurlijk, het zijn Aziaten. Ondertussen kun je nog steeds abonneren op mijn kanaal. Ja, iedereen staart ons aan alsof we chili saus. Chili saus mensen. Kijk ons echt aan alsof we voor het eerst mensen hebben gezien.
Ja, het is wel heftig hier. Ik heb het in Amsterdam heb ik dat gevoel dus eigenlijk nooit. Ik vind deze coca shit wel lekker, man. Pina colada flavored beverage. Ja, als je wel eens in een club bent geweest in het buitenland, weet je wel wat pina colada is. Gewoon eigenlijk een cocktail met drank. Leuk weet je trouwens is, toen wij net uit gingen checken, toen werd ons gelijk gevraagd, hey, wil je 20 cent doneren aan het kinderziekenhuis? Elke fastfoodketen doneert wel aan een goede, aan goed doel, of aan meerdere goede doelen. Maar dit bewijst wel dat ze er wel echt druk mee bezig zijn, want daar aan de voorkant, daarbinnen, hangen dus ook allemaal posters voor goede doelen en zo. Dit is blijkbaar dus wel echt iets wat ze flink doen. Mm-hmm. Binnenin trouwens aan de muur nog een foto met het verhaal van de familie erbij die Panda Express heeft opgericht. Mm-hmm. Dat verhaal hadden we net in de auto al besproken. Ik zie het vanaf hier ook. 1973 zo uit mijn hoofd. Stel ik zou hier al een jaar wonen. Dus ik zou rijlessen gaan doen. Kan ik dan echt uiteindelijk een rijbewijs krijgen? Om mijn 16e. Je kunt niet binnen 3 weken je rijbewijs hebben volgens mij, of binnen 6 weken. Veel makkelijker dan in Nederland. Onbegrijpelijk jongens. Dat staat echt helemaal nergens op. Heel even tussendoor, we hebben in Amerika niet 1 video gemaakt, maar liefst 20 en nog veel meer ketens getest. Vind je dit dan leuk? Zorg ervoor dat je hieronder geabonneerd bent via het knopje. En dan ben je de volgende video er als eerste bij. Gaan wij nu verder weer met deze video. Cheerleader. Een cheerleader. Een cheerleader van de high school waar ik naartoe ben gegaan. Echt? Ja. Maar ze brengt ook heel goedkoop. Ja, hoeveel waren we in totaal kwijt? Met drinkje erbij, 15. Wat ik wel wil meegeven aan mensen is, als jij naar Amerika op vakantie gaat, leuk en aardig dit, maar het is gewoon een standaard Chinees snel fastfood restaurant. Het is niet anders dan de Chinees op de hoek. Ga daar niet naartoe, verspil je tijd er niet aan. Het is leuk als je lange tijd in Amerika zit, ja. Maar het is echt niks nieuws. Ik raad het je wel aan, zeg maar, als je zeg maar op zoek bent laat in de avond even naar iets te eten, even snel, is dat wel een kans hebben. Het spaart wel geld. En dan zou ik bijvoorbeeld Sonic kunnen zijn. Oh, Sonic was zo lekker! Dit is de laatste fastfoodketen die wij testen, hè? Ik weet niet wanneer deze online komt, maar dit is wel de laatste fastfoodketen. Vanaf morgen ga ik wel even wat meer letten op mijn gezonde eten, hoor. Hey, what's going on, man? Yo, we're done in 2 minutes. Right there, Marble Slab Creamery. It's right over there by Panda Express. Sounds fun, let's go. God. See you in a second. We zijn dan eindelijk aangekomen bij het mooie moment van ons gelukskoekje. Yeah. Kijk, een gelukskoekje breek je altijd open. Dit is een gelukskoekje. En doe je appakee. Doek, krak, krak. En dan zit daarin dus een berichtje dat je geluk moet geven. A great day is around the corner. Wauw. Wauw. The return of an old friend will bring great joy. Nou, welke oude vriend gaat terug in mijn leven instappen of vriendin? Ik ben benieuwd. Echt awkward verhaal, maar ik had hier dus een vriendin op de high school. Ga je dat echt vertellen? In het kort. Had ik uitgenodigd bij mij thuis in Brabant. Maar zij was nogal flirterig naar mijn broer toe. En toen zijn ze samen naar bed geweest terwijl ze bij mij op bezoek waren. En ik vind het echt een fucked up verhaal nog steeds. Mats, Thomas, op naar het beoordelen. We beoordelen altijd de fastketens in 4 verschillende criteria. Het eten, de opdiening, de sfeer en daarna de klantvriendelijkheid. De eerste, het eten. Ik vond het gewoon echt lekker. Gewoon prima, gemiddeld, iets beter. Gewoon 7,5. Ik geef het een 8,5. Ik heb wel echt genoten. Ja, opdiening. Opdiening. Ik vind het leuk in bakjes. Ik vind het wel leuk gedaan. Alles is zo lekker gethematiseerd met die panda. Ik word blij van die panda. Hadden ze trouwens ook stokjes? Weet ik niet. Ik denk het wel, toch? Anders is het wel een minpunt, hè? De opdiening vond ik een 8. Ik vond het leuk. Opdiening vond ik een 7,5. De sfeer binnen. Ik vind het echt wel gezelliger uitzien. Ja. Gezelliger dan andere ketens. Ja, ze hebben gewoon tijd ingestoken. Ik vind het leuk. De sfeer binnen een 8,5. Ja, ik ook. En uiteindelijk de klantvriendelijkheid. Ze hebben ons gewoon goed geholpen, maar niet heel bijzonder. Gewoon een 8. Nou, we komen gemiddeld uit op een heel mooi cijfer van... Zo, hé. Zo, wat een mooi cijfer. Oprecht een hoog cijfer. Oprecht een hoog cijfer. Heb je ooit wel eens zulke cijfers op school gehad? Nee. Ik ook niet. Ik zeg heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Je keek naar een aflevering van Tom en Mats in Amerika. We hebben niet 1 aflevering gemaakt, maar liefst 20. Dus ben ook zeker even geabonneerd via het knopje hieronder. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal, want ik doe dingen ook op YouTube. Later. Tjallas. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Tom en Mats in Amerika. Tot de volgende. I don't want a lumpia.